Zo. En even een beetje uitsplitsen. Afhankelijk van hoe we het straks willen verkopen, kunnen we makkelijker kisten zetten. Oh, gift. Hallo, mag ik hier alsjeblieft op land, dank je. In ieder geval genoeg actie gehad het eerste uur en een kwartier. Drie schepen gezonken. Even staan. Zo. Ik denk zelfs dat het wel zijn. Boondust, dat was ook een merchant, hè? Wat? Boondust. Boondust merchant, ja. Ja. Okay. Altijd. Ik weet niet, sommige dingen blijven mij gewoon niet hangen. Ik heb het trouwens getest, Roy. Nee, je kunt nog steeds niet gewone storage crates verkopen. Dit is alleen maar de nieuwe dingen. Alleen nog maar die ghosty dingen, ja. Sorry, even een berichtje beantwoorden. Och, ja, er is net geen. Wat? We worden net geen grade 5. Oh, trouwens, we kunnen nog wat opgraven. Waarschijnlijk krijgen we dat ook nog een beetje. Dat heb ik al gedaan. Nee, we hebben nog een mapje gekregen. Oh. Hey! Oh. We meenden omdat je zei van we worden net geen 5. Ik zag een skelly sloep. Ik denk, ah, nou dan loop ik naar de toren toe en schiet ik me vanuit de toren dan toe. Weg, skelly schip. Ja, kut. Slap damn. Ik denk, dan doet hij even agro en dan trekt hij onze kant op. Trek een boons is wel, Reaper. Ja, Reaper of dat ene specifieke eilandje wat erop staat. Kijk, ik heb het laatste. Dat is echt leeg. Hadden we hier geen skull of zo laten liggen? Nee. Ashen key. Right. Leg gewoon hier rechts tussen de kanonnen aan. Ja, ze is toch erg, hè? Dus dan kan hij makkelijk bij de bel hangen. Even kijken, hè? We hebben alweer een event. Nog niet gezien, maar we kunnen even langs Ancient Spire daar achter ons, zodat we de vlag kunnen wisselen. We komen nooit weg! Dat zijn we begonnen! Hmm.
Pak op dat Skelly sloepje net aan. Maakt niet uit. Oh, trouwens Roy, de emissary value nu al omhoog werken, heeft geen zin, daar hebben ze dus kennelijk wel aan gedacht. Jammer maar helaas. Hebben ze gereset aan het begin van het seizoen of wat? Nee, ze hebben het niet gereset, maar het staat gewoon als je bij de dingen krijgt, zeg maar previous, available, next, en bij available staat congratulations, you've collected all available rewards in this tier. En dan next staat wat er dan vanaf volgende maand beschikbaar komt. Ja, oké, ze doen over 11 dagen begint de nieuwe reward daarvoor, of de nieuwe maand daarvoor als volgt, ja. 1 mei. Dan zijn de terrasjes weer open. Ja, nou hoop je. Op 1 mei zullen ze nog wel open zijn. Misschien die dinsdag daarna, misschien niet meer, maar... Nee, dus kunnen ze sowieso beter de terrassen open doen, want dan heb je controle. Want anders zit iedereen toch bij elkaar op de lip in het park. Ook dat. Ik zou niet te veel naar links draaien. Zie ik daar nou een schip? Nee. Echt overal schepen vandaag. Ja. Het is getraumatiseerd dat hij allemaal schepen zag toen hij al inloodde. To be fair, het is best wel een menacing gezicht als je weet dat je geankerd ligt en dan komt ineens een Galleon danger close, zullen we zeggen. En als het nou een echte Galleon was geweest? Ja, maar dat wisten we op dat moment niet. Ja, maar dan was het nog wat geweest. Dat is precies op het dak. Yeah. Dan kan er gisteren nog wat cosmetics opgooien. Oh ja. Er is nog een Gold Order emissary. Fotoloog. Kan dat al? Ja, ik kon fotologen. Oké. Okay. Ja, omdat bij de ship het nog niet kon. Met ook een merchant emissary. Oh, niet de nieuwe accommodation. Alblieft. Wat? Hadden wij ook geen nieuwe accommodations? Jawel, bij merchant. Bij merchant en order of souls trouwens, sorry. Voor de fortune hebben we weer een... Ja, daar ging ik al vanuit wat kosten. En die andere is... Oh ja, oké, dat op en neer zeilen. Ja. Dat is ook best leuk. En wezen rondjes zeilen. Je gaat gewoon echt van eentje. Eigenlijk als je de beste ronde wil maken, begin je gewoon bij een van de outposts. En dan ga je een rondje met de. Tegen de klok in. Koop je gewoon alles op en daarna ga je gewoon. Even kijken, crackers volgen. Oh, we moeten nog een andere hul erop leggen. Oh, hey, ik wist niet welke hul we wilden hebben. Inky leggen we er meestal op. Is donker. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook die Dark Warsmith, die is ook wel... Doe die maar. Waar lijkt die boot op? Is dat die boot die lijkt op de cosmetics die we gekregen hebben voor Flameheart? Die Dark Warsmith? Ja. Met die skulls. Ik zou zweren dat ik die zeilen al ergens gezien heb. Volgens mij lijkt die best wel veel op die festival of die Chinese New Year dingen, zeg maar. Lijkt een beetje op die ene van de, hoe heet dat, Fort of the Damned Sails.
groen, toch? Volgens mij, als ik mij niet vergis, zit hier voor ons de fleet, maar ik weet niet zeker. Wacht niet meer. Oh, doei. Oh, wat de hel is er bij Blizzard aan de hand? Bij wat? Buiten dat een grote puinzooi was de laatste tijd. Wat? Waar? Bij Blizzard. Ja, ze zijn allemaal een beetje domme beslissingen aan het maken de laatste tijd. Vorige week vertrok er al iemand in van de oud-gegarigde. Ja. Er gaat er nog eentje weg. Vandaag is bekend geworden Jeff Kaplan van Overwatch. Yep. Blizzard gaat een beetje naar de klojo. Activision, hè? More money! Ik vind het wel cool. Ik las vandaag toevallig een artikel dat Chris Madsen en, weet je wel, met die nieuwe studio, dat ze bezig zijn met een tabletop. Ja. Ja, die is vandaag op Kickstarter gekomen. Binnen 11 minuten was hij gefund. Ja, ik denk dat ik hem ook ga funden. Ik heb geen creditcard dus. Heb je een link toevallig ervan? Nee, kan ik wel op dingen dadelijk opzoeken. Ergens ja, rustig leggen. Ja, sorry. Maar ik wilde er even naar kijken. Want ik las het en ik zag die dingen en ik vond het vrij interessant. Dus ik had zoiets van. Ja, vooral omdat ik. Chris Madsen is een grote held voor mij. Dus. Die wil ik daar wel eens van. Van welke hoofdpersoon niet? Ja. Nou ja, niet alleen hoort, denk ik. Ik denk dat hij voor iedereen wel. Maar natuurlijk, ja, vooral hoort natuurlijk, maar. Waarom zie ik nog geen event? Hey, zie ik daar nou? Hey, wat zie ik daar? Domme, ik zie een golf. Oké. Okay. Ja, een emissary sloepje. Waar? North-northwest, in de verte. Hij heeft best een lange, ja, of dat komt door de dingen. Tussen de rotsen in, zeg maar. Nu aan het noorden. Noord-noordwest. Ah, daar, bij half Lesburg te staan. Kunnen we alleen gaan, hoor. Hoi. Die moet je misschien wel sturen. Ja, maar hier ligt dat dingeneiland. Oké. toen je niet antwoordde, was ik langzaam onderweg naar de barrel met cannonballs om een bundelbom te pakken. Hoe was trouwens de nieuwe update van Satisfactory? Weet ik nog niet, zover ben ik nog niet. Oh. Dat is iedere keer die updates zijn steeds de nieuwste tieren. Ja, resetten ze natuurlijk. Nou ja, ik begin altijd een nieuwe game. En ja, niet alleen de update voor 2 uur bekijken, om zo te zeggen, ja, nee. Oh, de ship ga ik hier links. Ja, daar ga ik zo even naartoe. Ja, kijk of er wat fish en zo in zit. Rechts voor ze dat schip gooien. Mhm, dit. Ik blijf deze koers een beetje aanhouden in verband met storm. Ja. Mm-hmm. Ja, we zijn geen reaper. Fischen. Dat van die Windows 10 update, dat wist wel. Had ik bij TechChat toevallig neergezet. De wat? Windows 10 update? Okay. De nieuwe Windows 10 update kan zorgen voor stuttering, crashes of complete blocks. Ja, ik was op mijn telefoon was ik het aan het lezen en ik had het nog niet echt gezien. Zo is niet erg. Erg.
Maar ook omdat de afgelopen keren, zeg maar, Dennis een aantal stotteringetjes en zo had, dat ik vanuit, ik zal het maar posten. Ja, maar ik denk dat het van Dennis niet zozeer aan de update van Windows 10 lag, want die was toen er niet uit. Die is pas afgelopen dinsdag uitgekomen, volgens mij. Het was meer ter waarschuwing voor het downloaden, omdat hij al, zeg maar, wat problemen had, zeg maar. Ik ga ervan uit dat het met de laatste patch gefixt is. Afgelopen donderdag. Ik heb geen crashes gehad. Wel afkloppen. Was plastic. Dat is oud. Toch raar, hè? Dat het geluid gewoon herkent. Ik zo. Wat? Ja. Ik wou op hout kloppen, maar ik klopte net op de, zeg maar, de. Ja. Yeah. Of dat sloepje ziet ons totaal niet aankomen. Ik zou niet het kanon gebruiken. Ik denk dat is niet bang voor ons. Ja, dat was inderdaad mijn tweede. Of dat, en het laatste zou 9 van de 10 keer, 99 van de 100 keer een fout zijn. Hij heeft in ieder geval zijn zeil omhoog, dus dat is iets, toch? Ja, in ieder geval iets, ja. Ik blijf hier even langs die rots, dan kunnen jullie dashen, schieten, noem maar op. Hij draait. Volgens mij, ja, dat ga ik niet halen, denk ik. Ga ik hard naar links draaien. Dammit. Kijk, hij vaart weg, zeker. Ja. Ik denk niet dat dat gaat hoor. Ja, net te laat. Als hij nu een kijk aan boord had, was hij al ontploft. Hij zat helemaal in de hands. I'm just afraid to say you're welcome. Ja, mijn vuurbommetjes bereikt hem wel. Daarom zei ik, als die keks in zijn schip had, waren die nu al ontploft. Dat is een sniper was. Nee. Du. Is toch een grade 3 gold order. Ja. Toekomstige grade 0. Hij staat nog steeds in de hand. Hoe krijg je het? Ik heb 5 bommetjes op zijn schip gegooid. En als die alleen is. Ja, maar dan nog, heb je zo geblust. Nou begint het te vervagen. Ja, maar dat klopt. Het kan af en toe tricky zijn. Nee, je vraagt wel echt. Oh, ik hield je kogel tegen. Hij draait hard naar links, gooi. Ik ben aan het draaien. Kun je erbij? Nee. Jawel. Oh. Frontzeil omhoog. Ben ik mee bezig? Ik help mee. Kijk maar of je zijn mast weg kunt schieten. Ja, daar heb ik nu net. Oh ja, wacht even. Dan zeg je, hebt er alle enkel voor als het goed is. Ja, maar ik had even niet. Oh, kom vijf rond aan. TV hit. Boy. Kan niemand mee blussen. Nog een hit. Hij is dood. Oké, ik blus mezelf. Oh, ja, zo, dan was je net op tijd met dat zeggen, want. Ik heb onze ton even gevuld, want die was leeg. Anker gaat omlaag. Dan laat het harpoen maar los, want we hebben geen zeilen. Kom met een storage crate. Ja, ik moet mezelf even. Ik repareer wel.
Okay. Onder de trap staan lege storage crates. Ja, ik heb hem. Kom eraan. Oh, hij had wel een storage crate. Hij heeft trouwens een roeiboot. Kunnen we dingen opleggen als het moet. Ik ben bijna dood trouwens. Heel ja. Ja, oh ja, dat. Heeft hij een gaatje? Ja. Wel meerdere. Oké. Okay. Oh, heel veel. Nou, sloepje erbij. Ik heb nog de meeste van zijn cannonballs kunnen jatten. Nou, haal je daar je goud niet uit, jong. Dankjewel. Cannonballs gaan toch het hardste erin meestal. Nou, zo gaat het valt ook wel mee. Ja, meer door de chain shots. Oh, mm-mm. Trophy Seashell Devilfish, Trophy Reset Wild Splash in de roeiboot. Oh, waardig. Zo. En een smoke engine skill had hij ook nog aan boord. Maar ik zie nog steeds geen event. Oh, er komt nog best wel wat boven. Dat is wel een paar dingetjes. Oké. Bij de tandenstokers leggen. Hoppatee. Ik denk dat ik het heb. Zo. 250 cannonballs, of 49 cannonballs kunnen janten van hem. Maar waar blijven die events? Misschien dat ze de horen aan het poetsen zijn. Is daar achter niet een event? Nee. Crackers vol. Worst. We kunnen wat kistjes uitgraven ondertussen. Ja, waarom niet? Dat vier dus, dat drie rock? Ik denk het wel, hè? 1, 2, 3, 4. Dat is drie rock aal, ja. We liggen hier langs. Crooked Mast. Crooked Mast. Nou, gaan we daar meteen naartoe. Hadden we zo'n vlag op? Ja, die had ik al op de tafel gelegd. Kant. Ja. Sorry, ik was even een beetje aan het kijken of ik een event zag of zo. Ik zie een galleon in de verte. Northeast. Die lijkt van galleon scree af te komen. Ik ga even naar de plek. Oké. Veel plezier ermee. Goed opruimen.
heb de tweet van Chris in Discord gegooid. Nou ja. Zijn we? Oh, sorry, ik zat even dat van dat die link te checken. Nee, niet erg. Volgens mij had ik het wel geroepen. Bekken. Ik ben zo into D&D en al die shit. Ik vind dat echt zo vet hoe ze dat... Ja, maar ik denk dat je dit meer moet vergelijken. Ik weet niet of het D&D wordt, maar ik denk dat je dit meer moet vergelijken met Warhammer. Ja, klopt, maar het heeft met de rules of D&D, zeg maar, de rule style of D&D. Ja, oké. Fair enough. Laten we het zo zeggen, gewoon wat ik zie en lees, vind ik het echt gewoon super awesome, zeg maar. En ja, ik ga even, nog heel even wachten, maar ik ga hem wel backen. Erf, wat makkelijk kan graven. Ben ik weg. Welkom terug. Yo, welkom terug. Wat heb ik allemaal gemist? Niks. Je weet het niet op deze server. Zwaar. Je weet het vanavond niet, inderdaad. Eens moet het zijn. Oh nee. Aan deze kant, wacht. Even kijken. Niet. Worden? Ja, dus nog. Oh. Die krijg ik wel heel vaak, Dennis. Spawn ook heel vaak kijks. Oh, sorry dat ik daar... Weet je wat ik ook heel vet vind? Is dat ze samenwerken met Wormwood. Die maken zeg maar heel veel D&D spellen voor, hoe heet dat? Critical Role en zo. Ja, ik weet niet of je Critical Role kent, maar... Mm. Daar zit, zo, dan heb ik zijn voornaam vergeten. Mercer zit er in, de stem van. Magenzen. Ja. Ik speel Overwatch al een hele tijd niet meer, dus ik ben even de naam van die cowboy. Oké, nee, ik heb nog Overwatch. McCree? McCree, ja. Die is de stem van McCree. Chris Manson of zo? Nee, Chris. Heet die gast nou? Niet Chris Madsen, want dat is het al. Nee, ik vergeet zijn naam. Dat is veel te zwaar. Ik vergeet zijn naam. Dat is gewoon een fleet-up trouwens. Okay. Sorry, Matthew Mercer. Die wil. Snel deze kistjes uitgraven en een hop daarin. Matthew Mercer.
hè? Huh? Waar zit hij aan de andere kant? Hier, als je door die grot heen loopt en dan direct rechtdoor er weer uit, daar zit er eentje. Ja. Ik vond alleen deze kist onderweg van het wel. Haal ik die laatste wel even op. Ja, we moeten even goed deze kant vooruit zeggen, ik heb hier nog eentje liggen. Oké, dat ga ik gezien. Oh, we hebben hier ook nog een skull van de captain die ik gekild heb. Ik vraag het al uit, loop maar alvast. Echt nog gloed in het midden van het eiland, Thuris. Yep. Oh, ik sprong er wel goed op. Mm-hmm. Oh, ik ben al 14. Nice. Nou, eens even kijken of die in de barrel past. Ik ben er niet. Waar is Hoi heen? Geen idee. Ach, zo vervelend als je die laat je de hele tijd in te steken. Ik denk nu kan ze goed varen, maar ja. Oké, hij kan inderdaad goed varen, maar ja. Nou, we zeggen altijd hij weegt een ton, nou ja, nu klopt het. Nou, volgens die Pirate Legend die in Beersen stream zat, is dat perfecte hiding spot, Roy. Ja! Echt, dat is zo mooi, hoor. Dicht ook van Beert. Echt een... Wat? Hier krijg je vol vogeltjes, trouwens. Maakt de inventory maar leeg, want dat is een shipwreck, denk ik. Oh nee. What do you mean? Ja, dat als daar toch een barrel op zou staan, het eerste wat ik zou doen is schieten en dan beginnen te slaan. Oké. Jee, uit de wilds. Maar nog een leveltje of 40, of nee, 30 gooien en ik heb je ook een heel cool zwaard. Oh ja. Dat was bij dat set, maar ik heb dat set nog niet eens. Maar de set heeft een ander zwaard, past je wel bij inderdaad, heb ik wel. Dat ik dat ook zo zei.
Oh, ik heb nog een andere emote schijnbaar gekregen. Wil ik mezelf toch even zien doen. Er is ook een gratis emote die je kon krijgen in de Emporium. Ja, die heb ik. Welke wil je zien doen? Waar heb je die van gekregen? Heb je die gekocht? Nee, dat is gek 1. In nou 1. Ja. Hey. Hey, dan zag je wel altijd die DK, maar die is godverdomme lenig. Hoe heet die? Backflip. Waarom zie ik die niet staan? Die staat niet als laatste, die stond bij mij een rij hoger. Maar ja, jij zult misschien het een en ander meer geunlocked hebben. Heb jij de plunderpas? Nee. Dan heb je die niet. Ah, oké. Dat zal het zijn. Dus ik zag dat hij op dat onderste rijtje stond. Ja. Tango en ik hadden laatst Ancient Skelly. Toen zei ik zo een Ancient Skelly kapot. Ruim 400 of 500 Ancient Coins. Bam! Oké. Okay. Inderdaad. Ja, dat was wel lekker. We hebben een klein beetje achterzeil. Zo. Zeil. Ik ken een gem leven. Naar die sloep aan de linkerkant ga ik wel even heen. Ik heb het gevoel als ik af en toe door die rechtse sloep heen schiet. Oh, deze klinkdoos zit bijna ergens. Ik ben aan het repairen, want ik had geen cannonballs meer. Oh, ga weg met je blender. Niet mij killen. Dat is flap. Oh, ik ben dood. Dat waren veel blunderbessen. Het ligt volgens mij ook heel erg stil, dus ik ben er al naartoe aan het draaien. Ja, hij kantelt nu om. Ja, die was ook echt heel erg ver weg. Ja, die andere is ook... Oh, die stopt nou ook. Even een van de twee noteren waar die is. Dat we weten waar daar de loop ligt. Eentje ligt nu links voor ons. Eentje achter. En eentje links achter ons. Links achter, ja. Oh, ik heb even op de map checkertje gezet. Alhoewel, er spawnen nu ook vogeltjes boven als het is. Ja, ik zie vogeltjes links voor. Ja, dat hebben ze inderdaad weer nieuw, is weer nieuw. Dat vind ik trouwens wel fijn. Ik zie ze alleen linksachter nog niet. Nou. Ik snap het alleen niet waarom dat ze dat nooit eerder gedaan hebben. Oh, waarom bewegen wij? Als het goed is... Of wel. Well, ik had nog een heel klein beetje achterzeil. Was dat alles uit water? Nee, ja. Ik heb 1000 crocs. Ik ben alleen aan het draaien. Oh, dan moet ik even klaar gaan zwemmen. Het is niet fijn om dat te doen met een chest van 1000 crocs. Ja, daarbij die rotte ziekvogeltjes. Kijk, ik ga daar langzaam naartoe, die galleon komt wel.
Goede ballen. Veel te ver. Veel te ver. Oh, moeten we iets... Oh, deze was al. Zo, zeilen ze omhoog. Oké, daar schoot ik recht doorheen. Ja, ik net ook. Echt letterlijk. Zo, ik heb in ieder geval daar de zaak in de fik staan aan deze kant. Dat geeft ons ook een beetje ademruimte om dadelijk die loot te pakken. Ja, mijn cannonball die werd gewoon geabsorbeerd of zo. Ja, dat is iets een beetje raars aan de hand met cannonballs. Want ik heb al een paar keer gehad vandaag dat ik een cannonball in de cannon deed en een weg cannonball. Dat ik zo'n klik-klikje effect heb. Rechtsvoor kun je poenen en ries. Ja. Kunnen we mij even rustig jullie cannonballs laten laten, alsjeblieft? Ik doe maar even een paar gaatjes in. Het zou cool zijn als je ze uit zo'n skeleton zijn hand kon grijpen. Die hebben toch onheilig zakken. Dat is wel. Ga weg. En was het dat, hè? Ja. Ja, zover als ik zag inderdaad... Virilia. Oh, ik ben dood, maar ik heb een planken en cannonballs in een storage kit die doet. Naar de bel? Altijd op de mast. Of op je stuur. Welke ja. Bel? Ik dacht dat jij de bel ging op koffie. Ja, eerder al. Dat was toen we net hier binnenvaren. Zeg maar, de hoorn ging en de bel ging. Het was... ding dong. Dat zou ik ze echt zo graag willen, hè, later als deurbel, dat er dan zo'n kaart, zo'n warhorn afgaat of zo. Dat kan. Als je een vrijstaand huis hebt. Kijk naar Colin First, die heeft er een keer gemaakt. Ik bedoel, je hebt het voor auto's en vrachtauto's, dus ja, op 230 kun je dat ook maken. Anders met trafo's, ik bedoel, ja. Downscaler gaat altijd. Oké, ik sta beneden klaar om kaartje over te houden, ze hebben geen kaartje beneden maken. Ze hebben een gaatje beneden, monster. Oh, er is ook eentje hier. Oh, deze is ideaal. Om dat te defenden. Mooi, want ze zijn nu even out of range. De rechtse kant zal een beetje... Kun je nou repareren. Dan komen ze aan de voorkant, dus doen we eerst maar rechts. Zijn second deck. Hey jongens, als jullie AI op die schepen geüpdaten zo, jullie rushen echt nu met meerdere mensen naar me toe in één keer. Je hebt echt, dan wil er eentje een plankje komen slaan en in één keer komen er fucking twee blunderbussen met hem meegerend. Ik denk dat die bijna weg is. Ja, hij is weg. Zo, ik had bijna een nieuw kapsel. Ja, ik ook. Mijn neus was een stuk kleiner. Je zag het niet, je rook het. En ik leg hier storage crate leeg al buiten de boot. Dat is schip. Dat is schip weer. Dat is schip weer. Dat is storage crate. Dat is storage crate in ieder geval. Oh, ik denk... Ja, voel Dennis wel even. Ik weet niet wat Dennis... Of dat hij op de loot aan het wachten is, ja of nee? Ja, ik hang hier boven het schip. De volgende lading aan. De loot komt vanuit heel diep. De eerste loot komt nu boven. We blijven samen... Oh, dat is het schip. Oh, daar is de captain links. Nou, de galleon is de captain. Hier waar ik lig, ligt de loot. Ja, dat vraagt alleen een kel... Hahaha!
Mijn navigatie deed het even niet. Je hoort ook gewoon de plankjes eraf springen. Ik zo, bam. Oké. Okay. Ga ik bij de sloep aan boord. Bij de sloep die begon, die was al operatief voordat de software geüpdate was. Moesten jullie nou een spookjes zijn? Maar in ieder geval... Ik heb een paar dingen binnen, maar nog niet alles. Nee, maar niet uit. We blijven even hier liggen. Ik heb een paar gaatjes in die sloep geschoten, dus kom ik even spelen voor je. Ik krijg toch alleen maar cannonballs op mijn oren. Nou zit ze aan de achterkant. Mag ik even naar loot. Oh, au, 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 au. Sloep is bijna weg. Je bent nog steeds aan het delen, toch? Ja. Nee. Oh. Sloepje is weg. Mooi, dan kom ik erop delen. Ik denk, doe even de druk. Op twee dingen houden, ja, ja, ja. Ik ben kind of stoot. Ja, maar dat was heel raar. De boot was volgens mij of heel erg aan het schommelen. Dat sowieso. De galleon zit nu links voor, dus links achter kun je repareren. Oké. Okay. Ja, ik zal als ik aan boord kan wel direct naar de galleon toe. Dat zal je op ons meenemen, even van het kanon afhalen. Dan kunnen jullie even rustig loot rapen. Nou, maar de loot van de galleon hebben we. Sloep bedoel je? Nee, die galleon. Oh, die galleon daarvoor, ja. Volgens mij is er een massa voor naar de flitsen. Nog niet, maar dat stuur is naar de kletsen. In ieder geval een kraakje erin of zo. Ja, dus zijn de hele tijd op mast en steren. Au! Ging ik met mijn kop? Ah, kan je hebben. Ja, schijnbaar wel, want zoveel damage deed dit keer niet. Goeie tandbuit. Ik ga dadelijk godverdomme in een barrel zetten dat je niet meer op mij schiet. Hou rechts achter hier ligt de zoekloot. Ja, ik ga het stuur in ieder geval vast een beetje draaien. Ik ben onderweg naar Galleon. Tot nu toe zijn we dicht. Burn a group of okay. 3 plants at once. Oké. Okay. Ja, ik draai wel iets verder door, want dat gaat ik toch niet. Oh, hi! Wow! Vuurboot! Heb jij een brandje daar op het gas van huis gegooid, Dennis? Nee, ik heb er gewoon vuur op gegooid. Maar... Hij liet het scheet tijdens het aansteken van zijn sigaret. Oh ja, liet zijn zipper vallen. Ja. Oké, okay, ik zal een klein beetje zelf geven dat we iets naar voren dobberen. Hij was MacGyver. Ik heb een aansteker. Ja. En een elastiekje. Dit een kut aflevering. Een aansteker en een stiekje. daar explodeert de hele loods. Stoorspelers liggen vlot met alle handen rotzooi. MacGyver, met een haarpin en een potlood maakt iedereen dat. Nu zie ik die reclame van die nieuwe MacGyver. Ik heb zelf nog niet gekeken, maar dan speelt ook die Nick Stokes van NCIS in. Ja. Ik wilde eigenlijk kijken of dat die ook leuk is. Vroeger MacGyver was wel grappig. Ja, ik heb echt rot gelachen over MacGyver. Maar ja, dat was ook in de tijd van A-Team. Ja, dat is wel helemaal mooi. Ik ben zo dood, want ze zijn ver weg in het second deck in ieder geval. Dat is okay, mooi, want we hebben volgens mij de loot. Ja, ik zie niks meer. Fonkelen. Ja, de boot omdraaien. Auw! Maar ik zie wel weer wat sproeien. Plankjes onder water blijven zitten. Kut. Dan draai hem even door. Zit er nou rechts voor? Nou voor ons. Langzaam aan de linkerkant.
dat was poison. We zitten net op een golf. Ben ik weer. Ja, en is weg. En deze zou je eens een beetje uitsorteren. Nou, Greenown 17. Marauder of the Ocean Deep complete. Ik heb het gevoel dat het nog sneller gaat, deze dingen dan. Ja, dat gevoel heb ik ook. Ik ga even mijn koffie halen. 18. Oké. Dadelijk ook even. Ik zal beginnen aan die storage crates. Leg je meteen overboord dumpen, want daar kan ik toch niks mee. Kun je een heel klein beetje naar rechts draaien, Roy? Ja. Veel beter. Ja. Er staat één skull of zo waar ik niet bij kom. Er ligt zoveel in het water. Ashen key. We hebben hier nog een chest die kan lokken. Oh, daar ook. Die is ook leeg. Hop, overboord. Bij zetten of eventueel een vis. Dat we die er dadelijk in doen. Nog een tweede keer. Ja, twee of drie keys spawnen er altijd bij deze event. Volgens mij was dat alles. Vinden. Ja. Bubble detect. Checken niet. Gewoon.
Flankje wissel ergens. Ja, dan denk ik dat we best de Reaper er al op kunnen gooien, niet dan? Ja, dat is... Zo! En misschien dat het voor dingen toch niet nodig is. Hoe laat is het? Half negen. Binnen dit en een uur gaat voor de Fox en alles goed is. Sowieso goed om Reaper te hebben. En dan een perl een beetje vullen. Ik zie nou niet hoe dat je... Nee, ik pak al zijn plankie. De plankjes zijn allemaal beneden. Het was Tango's schuld. Zo, ik zet even te genieten van mijn koffie, ja. Oh, volgens mij zit daar een kerk tussen. Oh nee. Een pack hout. Hey Dans, ik ga even supplies pakken dan. Oh, hier is nog een storage crate. Ja. Even zorgen dat we een stack hout in de barrel zetten. Meer als een stek in. De rest met dan bij de middenmast. Hoi. Ik heb een storage crate. Ja, ik ben het hier allemaal samen aan het voegen bij die ene. Nou, ik heb de boot weer helemaal netjes opgeruimd hoor. Zeg maar, nu kun je maar op bepaalde plekken struikelen over loot. Ik zou dat best wel grappig vinden, zeg maar, dat je kan struikelen over loot. Ja, gewoon random. Geen 100% kans, maar gewoon random. Ja, dat je gewoon... Zeker als je dan in combat zit of zo. Dat je gewoon bij de ladder hier zo al een ding neerzet. Plons. En voor een border. Nou, we moeten de vlag even wisselen, maar er ligt een brick bij Golden Sands. Ja, heeft dat ons eerder tegengehouden? Nee, maar ik zeg het even van tevoren, want kennelijk volgens die Galleon zijn bricks bij Outpost heel gevaarlijk. Oh! Nou, dan gaan we erachter komen. Maar waren wij dan niet gevaarlijk toen dat we midden op zee waren met z'n vechten? Nee, maar daar kwam die brick meer achter. Want die Galleon heeft ons nog een keer verrast bij de dingen, weet je nog? Waar we even rustig bezig waren, cosmetics op de boot weer aan het leggen. Ja. Maar die Galleon hebben we ook één keer toch in midden of nowhere gezonken. Dat was verder weg, ja. Dat was nadat ze ons de tweede keer verrasten. Hebben die Galleon drie keer gezonken dan? Nee, twee keer. Eentje keer bij, bij de outpost zelf. En de tweede keer, toen verrasten ze ons weer. Zijn we dan die loot net aan boord en... Laat ik even rond en kijken en zorgen dat we dat hele schip in shipshape order was, zeg maar. En toen verraste ze ons nog een keer. Toen zijn we dus uitgevaren. Zijn wij weggevaren om heel even onze mast omhoog te trekken en die kwam allemaal. En toen hebben ze. Want ze kwamen achter ons aan toen. En toen kwam daarna kwam die brik. Oh, weg als voor ons. Shit, ga ik links langs. Oh, flesje. Ik ga over.
achter maar vast helemaal omhoog gaan riezen. Ja. Of voor bedoel ik, sorry. En dan kun je schieten. Daar is iemand aan boord. Dat stond me echt net er langs. What the fuck? Net erover. Die was raak. Er zwemt er in het water. Die is dood. Die is ook dood. Oh maar jongens. Kom maar nog wat supplies pakken. Niet dat ze veel hebben, maar we hebben weinig. Wacht. Oh, hi. Oh fuck, ik was net out of ammo. Oh, hij heeft me dood. Hij is ook dood. Is er iemand overgekomen om supplies te pakken? Wij zijn onderweg. Even pelen. Ja, daar had ik geen tijd voor. Dankjewel, te laat. Hij is al weg, ze zijn al weg, gooi. Ik heb cannonballs kunnen pakken. Ik heb geen supplies, maar ik heb hem gekild en jou gerest. Wat, hij? Hij heeft mij gered. Ik zie daar links wat. Zwemmer? Ja. Zwemmer? In de verte. Dat was dus de reden die ik inderdaad ook zag. Waar? Hit. Er zit een mast voor mijn neus. Bij de rotsen komt hij nou richting het land. Ik hoor nog een mermaid. Ja. Ook heel hard. Die is heel dichtbij. Oh, daar staat hij. Hij komt de dok opgelopen. Eén keer geraakt. Jammer, joh. Achterzaal kan omhoog. Dan kan er iemand op gold holder omlaag foten. Wacht, dan neem ik deze even meteen mee. Wat is dat? Wacht hier met fototango. Wat ga je doen, gooi? Ja, ik wacht ook. Ja. Waarom dat? Omdat we toch 5 zijn. Dat we daar straks bij Outpost niet mee te kutten. Hebben we de Voyage? Ja. Op de lobber. Level 19. En na 2 uur en 7 minuten in-game. Ik denk dat het dadelijk ook, we gaan nu naar Flamehawk toe, daar gaat het ook al snel denk ik voor je. Ja. Met al die ghost ships. Ja, plus je hebt sowieso, net zoals nu, bekom de Reaper was ook een deed hè. Welke dingen, gaat ook al hard. We hebben, mocht het voedsel in die kreet op zijn of laag zijn, we hebben in de gewone barrels zit ook voedsel, hè? Je moet denk ik het stuur een beetje recht zetten. Ik meen dat ik het nog op een draai had staan. Oh, trouwens, mochten we ergens nog een keer een klein beetje grade nodig hebben voor Reaper, dan kunnen we ook die commodities kopen bij de merchant. Oh ja, dan moeten we wel merchant hebben, sorry, dat is kut. Want die commodities geven dus ook gewoon grade als je ze verkoopt bij de Reaper. Ja. Wij kopen dadelijk gewoon geen commodities, wij laten dadelijk gewoon een merchant of zo zinken met commodities. Dat hoop ik wel een keer, ja. Nou ja, laat ik het zo zeggen, degene die met die commodities varen, ik denk dat dat over het algemeen echt wel ervaren spelers zijn.
minder ervaren spelers gaan geen geld uitgeven om proberen te verdubbelen als ze niet zeker weten dat ze de overkant halen. Hey, ja, laten we eerlijk zijn, toch? Je wil niet weten hoeveel sukkels